doordat mijn vader hier machinist was op de Markop, ben ik eigenlijk bij het loodswezen terechtgekomen. Waar ik nu weer bijna 10 jaar werk. Wij zijn van de ondersteunende dienst. En het doel van ons is om de loodsen zo veilig en op een vlotte manier aan boord van schepen te zetten. Ik ben stuurman op de tender. En ik vaar op de twee types tenders, de Discovery-klasse en de Aquila-klasse. Waar op dit moment in Rijnmond voornamelijk de Aquila-klasse ingezet wordt. We varen naar zee toe en het is een vrij beroep. Op het ene moment vaar je als dienstdoend kapitein, op het andere moment vaar ik als stuurman. En zo zit ik in de machinekamer te sleutelen. Dus de stuurman en de kapitein zijn tevens ook machinist. Dus voordat we echt in de vaart komen, hebben we eigenlijk alles getest. Zodra we alles getest hebben, mogen we eigenlijk naar zee toe. Eerder dus niet. Kom het op neer. Kom ik op zee, kom je van alle soorten schepen tegen. Van gulgebonden schepen, tot hele kleine sleepboten, tot bijzondere transporten. Als we naar die schepen toe varen, dan zorgen we dat die schepen zo liggen dat we met een tender langs zee kunnen komen. Als we goed liggen, dan stapt de loods aan boord onder begeleiding van 2 bemanningsleden. En die assisteren de loods om op een schip te komen. Het team op het tender, dat is een geoliede machine. Dit heeft te maken dat ieder bemanningslid dezelfde opleidingen volgt. Ja, het is gewoon een geweldig bedrijf.